Een wel hele goede middag hier vanuit Eindhoven. Het Philipsstadion is dus een van de drie decors waar het vanmiddag allemaal gaat gebeuren. Want wie had voorafgaand aan deze editie van de Eredivisie kunnen hopen, durven dromen dat het zo geweldig zou aflopen. Want laten we niet vergeten, het kan dus ook in Eindhoven gebeuren. Het hoeft niet in Rotterdam te gebeuren of in Tilburg. Het kan zomaar in Eindhoven gebeuren. Natuurlijk, de kans is niet al te groot. Maar niets is tegenwoordig meer zeker, ook niet in het voetbal. En er zijn gekkere dingen gebeurd, mag je zeggen. Hier de schaal voor als het inderdaad hier gebeurt. De heer Gerard Bauer van de KNVB heeft hem meegenomen, deze replica. En dan willen we natuurlijk allemaal heel graag zien hoe die er dan uitziet. Hij is prachtig. Hij is prachtig. En hoeveel vingers komen er dan nog meer op dan alleen die van meneer Bauer straks hier in Eindhoven? Of gaat hij straks weer in de koffer mee naar Zeist? Dat kan natuurlijk ook. Een mooie wedstrijd verwachten we. Hier Patrick Kluivert en die kinderen die u ziet, dat zijn, u ziet het ook daar in het midden, zijn eigen zoon. Allemaal kinderen van de spelers van PSV die vandaag in het PSV-shirt met elkaar hebben geposeerd. En niet alle kinderen zitten dus beneden. Ook het kind van de reiziger bijvoorbeeld zit hier natuurlijk bij zijn moeder, want die is nog veel te klein om tussen die grotere jongens te mogen staan. Dit is de historie. Slechts drie keer wist Vitesse te winnen in Eindhoven. De laatste keer gebeurde dat in 2001. Doelpuntenmakers voor PSV toen Gert Klaasens en Theo Jansen. Ook bij die 0-2 die u daar rechtsonder op dat kaartje ziet staan. En Theo Jansen, die gaan we vandaag ook weer zien. Net als Timmy Simons, die zijn dochtertje daartussen heeft lopen. Nou, Corné kent u natuurlijk. Dit de man waar het om draait aan de kant van Vitesse. 8 miljoen moet hij kosten, plus 25% van de transfersom. En hij wil zo graag naar PSV dan Kolasovic. Maar hij is natuurlijk vooralsnog veel te duur voor de Eindhovense club. Hoe dat gaat aflopen, dat is nog in een verre toekomst. Eerst maar eens kijken naar de gezichten van Jan Wouters en Ronald Koeman. Kun je daar spanning op aflezen? Of misschien nu al berusting? Nee. Het is spanning en Ronald Koeman zei voorafgaand aan de wedstrijd: ik heb het ook wel eens meegemaakt in Barcelona, dat het op de laatste moment, de laatste minuut bijna, alsnog kampioen werd met Barcelona. En dat noemen ze nu mede daarom een dreamteam. Met andere woorden, als het PSV vandaag toch lukt, dan is de ploeg van Jan Wouters en Ronald Koeman misschien ook wel een soort van legendarisch. Je weet het niet. Niet iedereen is blij nog met de trainer van PSV, dat is duidelijk. En de Ajax-bank is dus Jan Wouters en Tony Bruins Slot. Zij willen nu weer een regionaal gebonden trainer. Wat gaat Koeman doen als er verloren wordt, gelijk gespeeld? En misschien zegt hij ook wel als hij wint van: jongens, bekijk het allemaal maar even lekker. Op deze manier heb ik er geen zin meer in. Want echt veel steun krijgt Ronald Koeman natuurlijk niet vanuit Eindhoven. Dus nu ook niet van een aantal supporters. Een clash met Kluivert, u weet dat. De voorzitter die in het midden liet wat het lot van Koeman zal zijn. En alles moet voorkomen worden om de play-offs te moeten spelen. Maar het zit er dus wel in voor Schuitema en Timmer. Die hier prominent aanwezig zijn. Bloed, zweet en tranen, wij zitten kapot. Dus wij willen wat zien vandaag van jullie. Dat is eigenlijk de boodschap van die supporters. De andere woorden zou ik ook wel willen oplezen. Maar ja, dan krijg ik vast een reprimande van de leiding, want dat is onwelvoeglijke taal. Dit is Alex met een van de zoons van Patrick Kluivert. Voor hem een schitterend moment natuurlijk. Maar voor al die spelerskinderen is dat mooi. Aan hun gaat dit eventjes voorbij, dit mooie gebaar van de spelers en hun kinderen. Zij zitten kapot en willen bloed, zweet en tranen dus. Geen gelul, 13-0. Ja, dat kan ik me voorstellen dat je dat dan nu wil. Dit is een tijdje geleden al gemaakt en wordt een collectors item. Hoe dan ook.
En Philippe Cocu heeft aan hun gevraagd om achter de ploeg te gaan staan. En het gros, het grote merendeel van de supporters doet dat ook op voorhand in elk geval. En nu al om 10 roepen, hoort u dat? Geweldig. Dit is de opstelling van PSV. Hij is, zoals je hem mag verwachten, met centraal achterin. Dus Addo en Alex voorin twee spitsen en een aansluitende Afellay, Farfan en Kone. Bij Vitesse één wijziging. Het is niet Theo Jansen, die natuurlijk aanvoerder is, net als Philippe Cocu. Theo Jansen, de man die de scoorde als enige in de Vitesse-ploeg ooit tegen PSV. Dat was dus in die wedstrijd 2001. En hier Alex, wat gaat er met hem gebeuren? Wat doet hij? Gaat hij weg? Blijft hij? Dat voor later. Dit de opstelling van Vitesse, één wijziging. Kaya staat op rechts en Prior zit op de bank. Verder de bekende namen. Hij dus, ooit was hij in beeld bij PSV, maar hij speelt nog steeds bij Vitesse. Hij keerde terug naar PSV om zijn carrière in Nederland af te sluiten. Philippe Cocu werd prompt twee keer kampioen met PSV. Maar een derde keer wordt dus moeilijk, tenzij hij er nog een jaartje aan vastplakt natuurlijk. Op het moment dat PSV heel fel begint en direct die goal zoekt en een vrije trap krijgt binnen 15 seconden. Het zou natuurlijk wat zijn als Alex hem er gelijk inschiet. Het scheelt niet al te veel, maar de loop van de tank stond iets te hoog. Hij kan slechts kijken, afwachten en berusten in het resultaat. Simons, Cocu. Geen buitenspel Farfan, maar de bal ook niet bereikt. En gelijk al het uitfluiten van Stojkovic, de doelman van Vitesse, wegens vermeend tijdrekken. Salcido. Een overtreding van Benson. Vink is niet van plan om hier al te coulant aan te beginnen aan dit duel. Benson wachtte tot hij hem voelde. Maar toen voelde hij hem te hard. Addo. Komkamp. Farfan. Het Farfan met Frenkel. En ja, de inworp is dan voor Pites. Benson, Alex, knap werk. Komkamp. Benson die mee verdedigt. PSV dat mag gooien. Komkamp, Farfan met Frenkel. Overtreding Frenkel. Niet te ver, fluit Vink. Farfan moet de bal wat terugleggen. Zo geschiet. Alleen Salcido en Addo een beetje achter. Verder iedereen mee naar voren. Cocu is aan het loeren. Vitesse probeert buitenspel te stappen. Hier is Cocu. En Verhaag neemt geen risico's. Cocu. Alex wilde hem neerleggen voor Farfan. Is nu weg centraal achterin. Benson is snel. Salcido is even alleen. Simons probeert het dicht te lopen en dat lukt. Creëert tijd voor zijn ploeg. En daar is Salcido. Kone. Met Sprokkel.
Vlaai. Addo achter het standbeen. Alex. Vitesse trekt zich terug. Het probleem ligt er voor PSV. Hoe er doorheen te komen. Zo wellicht met Mendes. Het was uiteindelijk een doelpoging die ruim overging. Zij zijn in ieder geval positief begonnen aan deze wedstrijd. De supporters van PSV proberen echt de 12e man te spelen. Stojkovic. Salcido. Even Kaya. Kaya en Verhaag. Lange bal Knol is voor Gomez. Edison Mendes. Corné. Hele mooie bal van de man uit Ecuador. Corné. Komt er niet langs, maar verdient wel de eerste hoekschop voor PSV op deze wedstrijd. Van. En Addo op de lat. Affelay nog. Tegen Espinoza, Kronkamp. Het beleg duurt voor met Simons, Farfan en dan is het voorbij. Goeie kans voor Erik Addo. Zo wil je dan beginnen bij een hoekschop en daar is dan Addo. Maar die heeft absoluut heel veel pech. Hij doet dat zeer atletisch. Maar geen goal dus. Salcido. Coné. Cocu. Kronkamp houdt het breed. In één keer door op Farfan. Spinoza glijdt uit. En Farfan. Makkelijk voor Stojkovic. Maar de intenties van PSV zijn dus duidelijk. Ze kunnen natuurlijk ook niet anders. Ze moeten wel scoren. Alex. Kronkamp. Addo. Het zou wat zijn geweest als hij die openingsgoal had gemaakt. Salcido. Coné. Affelay. Laatste 6 wedstrijden tegen Vitesse. Won PSV ook. Winnen is nu niet genoeg. Fors winnen is nu het doel. Cocu. Farfan. Cocu moet terug. Alex. Nogmaals Farfan. Simons. Kronkamp. Mendes. Eén keer raken. Lukt aardig. Simons. Mooi gedaan. Maar niet langs Sansoni. Wel een hoekschop. Weer een hoekschop. En Addo is er nu ook. Mendes. Alex, ja, hij zit erin. In de 8e minuut. Dus de snelle voorsprong is er wel. Het is Alex Rodrigo Diaz da Costa. Die hem maakt. En nu is het roepen om 10 natuurlijk. Minimaal. Let op Alex vanuit dit standpunt. Ja, hij leunt, maar het mag van Vink. De protesten van Vitesse-spelers ten spijt. Dit is natuurlijk gewoon een geldig doelpunt. Goeie beslissing van Vink. 1-0 voor PSV. Verhaag.
Edson. Verhaag. Kaya. Alex. Als dat zo doorgaat, wordt Alex de held hier. Voor zover hij dat natuurlijk nog niet is. Dit zoals het nu staat. PSV gelijk in doelsaldo met Ajax. Dus de eerste concurrent is achterhaald. Afellay. En Kone. Tot twee keer toe Stojkovic. En het is 2-0. Oh, wat wordt het hier dan nog? Kijk die Koeman. Gaat het hier dan toch gebeuren? Zo vroeg in de wedstrijd al op 2-0. Kijk die gezichten van die supporters. En het ging zo makkelijk. Afellay, Stojkovic keert, maar moet lossen. Kone niet, maar hij wel. Jefferson Farfan. 2-0. Komen ze weer met Kromkamp, Mendes. Alles lukt. Behalve dit, Theo Jansen. En het balbezit is alweer bij PSV. Hij kijkt toch nu anders, zoals deze mensen ook. Iets van een lach. En dan komt dat tekstje natuurlijk weer in beeld. Boerenlandskampioen. Het is onvoorstelbaar. Er moet ook nog veel voor gebeuren. Afellay. Gewoon schieten maar. Je krijgt toch alles weer terug, zo in die beginfase. Afellay. Sprokkel. Benson. Nu Vitesse met een counter. Benson blijft liggen. Kaya is niet snel genoeg. Maar Salcido had de bal niet binnen. Vitesse mag gooien. Maar eerst even kijken naar de blessure van Fred Benson. Dit is wat er gebeurde met Benson. Simons die hem raakt. Aan de rechter enkel. Niet expres. Wel met een pijnlijk gevolg. Het publiek wil natuurlijk zoveel mogelijk seconden hebben om aan dat doelsaldo te werken. Goals dus voor Farfan. Voor Alex was het zijn zesde. Overtreding van Salcido. Dus een vrije trap voor PSV. Net buiten het 16 meter gebied, al zegt het slachtoffer Sprokkel. Het was er binnen. Benson inmiddels terug. Attentie dus voor PSV nu. Blijft dus oppassen voor PSV met dit soort situaties. Gomez! Oh, een blunder van Gomez. Zorgt voor de 2-1. Theo Jansen schiet de vrije trap. Gewoon rechtstreeks op de goal. Gomez laat dan los. Oh, 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 oh. Kijk eens even. Wat een misser van Aurelio Gomez. Dit mag geen enkele keeper gebeuren en zeker niet de beste van de Eredivisie. Zo heeft hij er dus al twee tegen PSV in zijn carrière, Jansen. Kijken hoe dat doorwerkt bij de rest van de ploeg. Cocu.
Kromkamp. Mendes. Cocu. Benson. Kaya. Lazovic. Nou, die aansluitingstreffers. Treffer lukt ineens alles bij Vitesse. En is het onoverwinnelijke van PSV even ver te zoeken. Oh, Jansen probeert het zo. Heel dichtbij Theo Jansen bij de 2-2. Het is natuurlijk een man die genoemd wordt in het rijtje opvolgers Cocu. Zeker nu met dit soort acties. Knol. Van Faan en Afellay zetten wat druk. Dat helpt. Salcido. Kone. Knol, Sansoni. Benson, Jansen. Addo. Eén ding is zeker, het wordt geen saaie middag. Met Jansen en Cocu. Cocu. Overgeslagen hier. Verhaag. Jansen. Frenkel. Lazovic. Door de benen bij Kromkamp. En is het hier buitenspel, zou je zeggen, maar dat gaat niet door. Dat wordt niet overgenomen door de assistent met appel. Mendes. Espinoza. Sansoni. Frenkel. Jansen. Sansoni. Ruimte bij Sprokkel. Verhaag. Niets aan de hand. Afellay. Kromkamp vrijgelaten. Stojkovic lost. Het is buiten zijn gebied, dus het duel mocht worden aangegaan. Simons. Kone. Niets aan de hand. Simons. Knol. Overtreding tegen Afellay door Paul Verhaag. Vrije trap. Ja, duidelijker kan het eigenlijk niet. Het is niet veel, drie man in de muur. Farfan komt er dus ook wel langs of overheen, maar ook over de goal. Stojkovic. Alex. Afellay. Teruggelopen door Sansoni. Vrije trap PSV. Snel genomen. Te snel. En hij zit dus op de bank. Hij kreeg wel een boete voor zijn kritiek tegen hem, Ronald Koeman. Maar Koeman zei, het clubbelang gaat voor, dus Kluivert zit wel bij de selectie, want ik kan hem nog nodig hebben. Cocu. Farfan was de bedoeling, Knol zat ertussen. Kaya. Alex. Jansen. Dat ga je natuurlijk krijgen. Zodra de tussenstanden bij die andere twee wedstrijden doorkomen in het Philipsstadion. Frenkel. Addo.
Aangevuurd worden ze, de PSV'ers, om alles te geven. Vitesse helemaal gek te maken. Stojkovic is even de weg kwijt. Alex. Door het midden naar Farfan. Niets aan de hand, zegt Fink. Dus Stojkovic. Ziet u dat? Ajax is op voorsprong gekomen. Azovic. Benson. Gomez moet terug. Alex. Nee. Dat is jammer. Dat Ajax. En hoe gaat hij dan straks handelen met Koeman? Is er wat gebeurd ergens? Kijk eens aan, zeg. Excelsior op voorsprong. Alle reden dus voor PSV om vol te gaan. Want Ajax is te achterhalen. Mendes. Kippenvel krijg je ervan als je in dit stadion zit en de reacties ziet op de tribunes. Gomez zijn foutje. Het kan dus nog wel eens een duur foutje worden. Daar moeten zijn collega's hem nu gaan helpen met de marge verder te vergroten. Vlaai. Kronkamp. Jansen. Kronkamp. Simons. Goeie actie Espinoza tegen Kone. Addo. Frenkel, Kromkamp. Ex-AZ. Frenkel, Benson, Alex, Kromkamp. Sliding Lazovic. Alex de onverzettelijke, zegt... Hij werd nog aangeraakt, dat zegt Koeman ook. Vitesse heeft al gegooid. Hier is Lazovic. Overtreding Addo. En angstige gezichten. Hoe staat het in Rotterdam? Hoe staat het in Tilburg? Kaya. Knol bijna. Hens van Sansoni. Dus dit gaat niet door. Absoluut Hens. Hand ging naar de bal. Cocu. Espinoza moet laten lopen. Farfan kan niet binnenhouden. Alex. Oh. Stond de loop van de tank even helemaal recht omhoog. Kaya. Mooi. Tot bij Verhaag. Cocu. Loopt Verhaag van de bal, maar er is ook nog Sprokkel. Kaya. Sprokkel, de rechtsback, is hier even rechtsbuiten. En versiert. Zowaar een hoekschop voor Vitesse. Inmiddels dus AZ weer op 1-1. Maar daar heeft het
er vooralsnog niets aan. Zolang PSV en Ajax op winst staan. Kaf, heb je Reker ook gezien, hè? Het is nu van iets verder, maar het is opnieuw Theo Jansen. Salcido. Addo. Bronckhorst stond vast. De tank. Gelijk tot bij Farfan. Niet te belopen voor Mendes. Frenkel Stojkovic. Stojkovic heeft het liefst dat zijn verdedigers zo ver mogelijk van hem vandaan staan. Al die drukte voor hem. Salcido. Cocu. Coné. Cocu. Addo. Cocu is er door. En Stojkovic valt. Cocu, Farfan er nog en nee, geen 3-1. Dit is echt ongelofelijk dat PSV dit niet afmaakt en daarom kust Stojkovic ook maar de bal en wijst die naar een hogere macht. En Jan Reker is toeschouwer bij al deze taferelen. Had toch op 3-1 moeten komen nu PSV. Sansoni, Kaya. Hasepic, Apelai. Bronckhorst. Des. Beweging bij Farfan. Bronckhorst. Frenkel met een slaande beweging naar Mendes. Natuurlijk was er de overtreding op hem. Maar wat hij daarna doet, dat kan natuurlijk niet door de beugel. Perl Frenkel. Kennelijk wel door die van Vink. Sansoni en dan het duel met Frenkel en de slaande beweging. Hij raakt hem niet echt hard. En Mendes voelt er niks voor om dan ter aarde te storten, maar het mag natuurlijk niet. Cocu is erdoor, Stojkovic ligt op de grond. Kan de bal nog wel raken en Farfan moet deze afmaken. Maar Stojkovic heeft tot zijn eigen opluchting toch nog de bal. Benson, Lazovic. Sansoni. Frenkel. Lazovic. Had een trucje in gedachten en Gomez laat hem los. Wegens slechte communicatie met Addo. Lazovic intussen in zijn gezicht geraakt door diezelfde Addo. Zonder de intentie daartoe. Het was een duw waarbij hij vervolgens ook in zijn gezicht wordt geraakt. Vervolgens Addo die het laat lopen voor Gomez. Gomez die daar niet blij mee is. PSV komt goed weg. En hij zeker. Knol. Coné. Simons.
Vlaai. Naar binnen en dan met rechts uithalen. Stojkovic onzeker, zegt vandaag. Hoekschop met Farfan. Koné niet. En niemand niet. Wel een speler van Vitesse. Verhaag dus. Nog een hoekschop. Alex wordt gek van Knol. En Fink wordt gek van Alex en Knol. Van laag nu. Verhaag. Verlaai. Alex, de bal valt nog voor hem ook. En Espinoza ruimt dan op. Buitenspel Koné. En niet alleen voor Koné. Stojkovic zoekt Benson. Strokkel, Jansen, Lazovic, Kaya. Gomez weer vers en goal uit. Goed gedaan. Simons. Op Frenkel. Gevaarlijk spel. Nee, zegt Fink. Doorspelen. Verhaag, Lazovic. Verhaag met Alex. Goed verdedigend werk voor de Braziliaan. Die zijn oude vorm helemaal terug heeft. Koné. Afellay. Simons. Koné gespeeld. Jansen leidt de counter in. Lazovic. Ontwijkt Alex. Nu nog Addo. Lazovic. Benson. Buitenspel. Lazovic. Cocu, Kromkamp. Kromkamp en Frenkel. Frenkel bleef naar de bal kijken. Kromkamp kon dat niet. Afellay. Cocu. Hoekschop PSV. En Lazovic heeft last van de borstkas. Kan even niet meesprinten en meedoen. Edison Mendes, laag. Kromkamp laat lopen. Hier is Farfan. Niemand van PSV komt eraan. En Lazovic, niet helemaal fris, heeft geluk dat hij de vrije trap meekrijgt. Jansen. Kaya. Sprokkel daar even als spits.
Het begon zo goed voor Ronald Koeman, maar de storm is wel gaan liggen nu. De rood-witte storm. Addo blijft rustig. Salcido, Alex. Corné vastgehouden door Knol. Voordeel gegeven aan Farfan, maar die is helemaal alleen. Tegen drie Vitesse-spelers. Nu Afellay een beetje in de buurt, maar hoe kom je daar dan? Hij kiest Kromkamp. Mendes. Farfan. Zo laat PSV zich weer eens zien, maar dat is de afgelopen minuten dus te weinig gebeurd. Dus blijft het nagelbijten voor de supporters daar achter de goal van Vitesse. Mooi aangesneden en Farfan moest te veel terug, kon geen richting meer geven aan die bal. Sansoni. Kaya. Jansen. Sansoni. Lazovic. Gaatje getrokken door Frenkel. Lazovic. Benson. Mooi 1-2. Alle moeite voor PSV om dat te ontzenuwen. Sprokkel. Kaya. Benson. Corné zelfs helemaal mee terug nu. Kaya. Sansoni. Stojkovic. Vrije trap voor Vitesse. Vier keer eerder werd PSV landskampioen op de laatste speeldag. Een vijfde keer zou ongetwijfeld de meest memorabele worden in de geschiedenis van de Eindhovense club. Mendes. Farfan. Met Knol. Ruimte bij Afellay. Farfan. Mendes. Kromkamp. Achterin is Koné, maar ook Sprokkel. Kaya. Verhaag. Jansen. Benson. Verhaag doorgestoken. En naar alle vrijheid voor Kaya aan de rechterkant. Maar Verhaag gaat zelf. Niet onverdienstelijk. Maar ook niet doeltreffend. Heeft Kaya wel gezien, maar schatte zijn eigen kansen groter in kennelijk. Bij deze poging, Paul Verhaag. Simons. Addo. Cocu. Mendes. Boné. Knol. Een hele lage kopbal. Mendes maar eens proberen. Salcido. Afellay. Boné. Hai. Dat vinden ze niet leuk in het Philipsstadion. Tenminste de meeste niet. Een aantal weet dan nog te klappen. En daar Stan Valks in het midden. Hij zit qua toekomst goed bij PSV. De technisch directeur. Maar is hij technisch directeur van de landskampioen van dit seizoen? Mendes. Koné. In één keer. Cocu was de bedoeling. Knol. Simons. Verhaag. Koné.
naar Vlaai. Legt het af tegen Verhaag. Benson worstelt en komt verder. Lazovic te afwachten. Salcido. Open doekje voor de Mexicaan. Mendes. Kone. Hens van de Ivoriaan. Een borst gebaart hij. Boosheid voor Valks over het tijdrekken van Vitesse. Alex. Cocu. In de mangel. Hij heeft dat PSV. Mendes. Kromkamp. Controle prima. Vervolg ook van Los van Espinoza. Die is voor. Kromkamp was voor. En een hoekschop is het resultaat van al die inspanningen. Smeekt om een penalty. Daar was natuurlijk totaal geen sprake van. Mendes. Alex weer. Cocu onderuit. Reansen. Het hele Philips Stadion winnen op penalty. Vink wil er natuurlijk niet aan. Addo. Kromkamp. Mendes. De tijden van Nielis zijn voorbij. Vlaai. Kone. Knol. Stojkovic. Het snedige in de aanvalsacties van PSV is er wat af. Lazovic. Twee benen van Addo. Geel voor Addo. En u gaat het niet geloven. Het is zijn eerste gele kaart dit seizoen. Vandaar ook nog even vragen waarom het was. Nou, het was met twee benen inkomen. Tegen Lazovic. Wat dat betreft is geel nog mild bestraft. Alex. Espinoza. Frenkel. Jansen. Benson gaat. Salcido is mee. En dit is knap werk van de Mexicaanse verdediger. Die gelijk zegt, kom op, voor rust nog een keer proberen. Farfan. Mendes. Kromkamp. Even geen communicatieve lijn tussen Kromkamp en Mendes. Vink gaat Stojkovic. Vink haalt Afellay bij zich. Cocu is woedend op Stojkovic. Zij zijn woedend op Stojkovic. En Vink gaat naar Stojkovic. En geeft hem een vrije trap. Kijk die Stojkovic. Kone. Cocu.
Mendes. Allemaal hebben zij het voorzien op Stojkovic, die het publiek heeft opgejut dat nooit had mogen doen. En tijd rekt en nu van alles naar zich toe krijgt. Gegooid, ook voor Wensingen. Simons, Sprokkel, de verkeerde kant op. Kromkamp, Frenkel, Sansoni, Lazovic, Kromkamp. Knol. Kaya. Verhaag doet dit zelf. Benson. Ruimte bij Kaya. Kaya met de poging. Het is toch eerder Vitesse dat op 2-2 kan komen dan PSV dat op 3-1 kan komen. Blessuretijd de eerste helft is aangebroken. Farfan. Twee is te veel. Steun van Salcido. Kaya daartussen. Cocu. Stojkovic. Dit is het moment waarop Stojkovic iets doet wat hij niet moet doen. Hij jut het PSV-publiek op en zegt kom maar. En wat doen de supporters achter hem? Ze komen met alles wat ze hebben. En ze hebben alle moeite, die stewards, om dat vuurtje nog gedoofd te krijgen tegen de doelman van Vitesse. Vrije trap voor Salcido nog. Stojkovic slaat lopen. Alex bijna. De bal viel nog bijna binnen bij de tweede paal. Niemand raakt hem. En daardoor nog bijna de goal. Stojkovic zat er toch lelijk naast. Op de vrije trap van Farfan. Hij dus één van de doelpunten maken. De andere, Alex. Toen het zo hoopgevend begon voor PSV, maakte hij een cruciale fout. Keeper Gomez. En Alex loopt allerminst fris richting kleedkamer. Cocu heeft ruzie met Vink over een moment waarop hij een penalty had willen hebben. Hier Cocu die even wordt vastgehouden door Jansen. Zichzelf ook niet onbetuigd laat in het duel. Maar geen penalty krijgt. Dit zijn de statistieken van een zeldzaam vermakelijke wedstrijd natuurlijk. Voor de objectieve kijker. Voor de PSV supporter loopt het niet zoals het zou moeten lopen. Het begon hoopgevend. 16 schoten in totaal voor PSV tegen 4 voor Vitesse. Daar hadden er een aantal van in die goal moeten gaan. Daardoor staat het nu slechts 2-1. Maar had het ook 4 of 5-1 kunnen zijn. En als je dat zegt, dan moet je ook constateren dat het niet alleen had kunnen zijn. Als PSV en zij, de supporters, nog wat willen in deze editie van de Eredivisie, dan had het ook zo moeten zijn. Zij hebben nog 45 minuten om aan dat doelsaldo te werken. Tegen een Vitesse dat zeker meevoetbalt en niet van plan is om hier nog met 10-1 te verliezen. We gaan kort bijkomen van die eerste helft. Over een minuut of 12 zijn we dan bij u terug met het vervolg van PSV tegen Vitesse. Tot zometeen. Veher heeft zich voorzien van een hele moderne bril. Het is nog geen roze bril, want er moeten nog 45 minuten worden gespeeld. Maar
Koeman moet nu toch weten dat het echt, echt kan. En dan krijgt hij misschien toch gelijk met zijn bal is rond verhaal. Er was een serieuze warming-up voor Mats Jonker. En dit is Piet Veldhuizen. Ade Mos heeft Stojkovic, die erg onder vuur lag bij de fans van PSV, maar wijselijk in de kleedkamer gelaten. Piet Veldhuizen is zijn vervanger in de goal van Vitesse. En luister hoe die keeperswisseling in het Philips Stadion wordt begroet. De gehate Stojkovic is niet meer zichtbaar. Kromkamp. Farfan. Kaya. Lazovic. Alex. Salcido. Des met de lange bal op Cocu, die kan eraan komen. Farfan kan dat ook. En draaien. En dan is Veldhuizen, de vervanger van Stojkovic, een sta in de weg. Gaan ze dan straks tegen hem beginnen hier? En zomaar een soort van doortocht voor Lazovic. Toch niet, Addo terug. De enige met een gele kaart. Die moet dus oppassen. Cocu, diep op Farfan. Espinoza is ook snel. Maar Farfan is sneller op de paal! Wat een pech voor PSV, want anders heeft het hier opnieuw in de tweede helft een flitsende start. Cocu, Farfan. Koné in één keer, raken links naast. Ze willen zo graag aan dat doelsaldo werken, maar het lukt maar niet. Ja, nu gaat Veldhuizen rustig aan doen. Eerst de lange bal op Farfan, die slimmer is dan Espinoza. De paal raakt en dan Koné. Die de paal niet raakt, maar die scheert er maar net langs. Affolay. Cocu. Kromkamp. Hard inspelen, Koné kan er net niet aankomen. De eerste 3 minuten pas van de tweede helft en al zoveel actie voor de ogen van Piet Veldhuizen. Met Kromkamp, Koné en Farfan. Kromkamp lijkt te twijfelen. Farfan, Koné, ja, hij scheert hem echt door die paal. Benson. Ik zag even Patrick Kluivert, een man waar je dan inderdaad een beetje aan denkt. Als het dan zo druk is voor de goal van Vitesse, kan hij het misschien afronden. Theo Jansen. Daar is Gomez. Weg is weg. Koné. Mendes. Uit het spel. Nee, de vlag blijft omlaag. Want Kaya is de man die de bal raakt. Salcido, niets aan de hand. Sprokkel. Lazovic. Cocu.
Cambuur onderuit gehaald. Door Onurkaya. En liever hadden ze hier voordeel gehad, de supporters van PSV. Maar dit kun je dus niet laten lopen. Sterker nog, dit is gewoon minimaal geel. Maar dat krijgt Kaya niet. Cocu. Spinoza. Koné kan niet binnenhouden, maar dat hoeft ook niet. Krijgt direct de bal. Mendes. Koné. Afellay. Edison Mendes. Voor Veldhuizen. Stojkovic zou hem wellicht nog hebben losgelaten. Veldhuizen doet dat niet. Kaya. Gomez, wat doet hij helemaal daar? De bal hebben, dat wel. Maar Gomez is echt niet zichzelf vandaag. Twee man bij de bal en dan komt hij er als derde bij, helemaal uit zijn goal. Simons. Cocu. Salcido. Cocu duikt het gaatje in, de voorzet gelijk komen. Veldhuizen wacht. Frenkel neemt geen risico en bezorgt PSV een hoekschop. Alex weer mee. Mendes weer met de corner. Over Addo en Alex heen. En Lazovic met een counter. Dit kan hij, dit vindt hij fijn. In zijn eentje en dan trucjes. Maar Salcido speelt een hele goede wedstrijd vandaag. En eigenlijk alle PSV'ers wel. Farfan. Cocu. Duikelt. Hoeft ook geen strafschop. Wist dat het er geen was. Oh nee, Salcido. Afellay. Kappen en draaien. Simons. Mendes. Steeds weer Mendes. Wie nu? Veldhuizen. Het is toch goed dat Aten Mos die Stojkovic in de kleedkamer heeft achtergelaten. Ik voelde aan dat het hier in het stadion wel eens kon gaan escaleren. En dus klasse gedaan door Aad de Mos om dat te voorkomen met die keeperswissel. Anders heb je hier een puinhoop straks. Afellay. Koné. Zien we ook weer de oude Koné. Nou. Farfan. Jongen. Er mag een hoop vandaag hoor, achterin bij Vitesse. Alleen die Veldhuizen wil niet meewerken. Ook aan die kant staan ze achter hun ploeg. En dat siert ze. Sansoni. Farfan brengt opnieuw in. Knol. En nu moet PSV oppassen. Sansoni. Frenkel mee. Frenkel nu buiten spel. Ja, dat is niet slim van Vitesse. Salcido. Kromkamp. Koné alleen gelaten. Het leek heel dichtbij, maar het was gewoon verkeerd geraakt. Het zijn fenomenale uittrappen van Piet Veldhuizen. Benson krijgt een vrije trap mee. En dit is hoe het door Stojkovic wordt bekeken. Hij zit nu naar zichzelf te kijken.
Maar hij blijft stoïcijns. Jansen. Lazovic. Gomez heeft klem. Er moet nu snel wat gaan gebeuren. De eerste 10 minuten van de tweede helft. Doelpuntenloos, maar niet kansloos voor PSV. Cocu. Hard voor Kone. Knol. Verhaag. Goede lichaamsschijnbeweging, maar hij zet het niet door. Espinoza. Kaya. Lazovic met Alex. Simons, dit soort overnames moet PSV snel proberen uit te spelen. Affalay ziet de goal, gaat liggen, krijgt de vrije trap. Makkelijk mee. Heel makkelijk. En Alex wil de bal, verder geen gezeur. Zeker niet door Knol en Sansoni. Ja, Sansoni is niet een man om ruzie te maken. Met een neusje voor de neus. Denk heeft de bal afgepakt van Knol en gaat dus deze vrije trap nemen. Mag je aannemen. Ook Farfan staat erbij voor een subtiele. Het wordt Farfan. Veldhuizen. Hoekschop PSV. Ja. Farfan. Veldhuizen heeft. Dan krijgt de wissel van keeper. Ook voor PSV dan uiteindelijk een vervelend kleurtje. Want die Veldhuizen staat enorm goed te keeper. Kijk maar. Knol. Eigenlijk mag Alex dit niet doen. Van passief naar actief buitenspel, maar het mag door. Affalay. Alex. Salcido. Naar rechts zegt Cocu, maar Salcido gaat zelf. Dichtbij, maar niet dichtbij genoeg. Hij... is een waardig opvolger van Stojkovic, want hij doet ook aan tijdrekken. En nu krijgt hij ook de toorn van de PSV-fans over zich heen. Piet Veldhuizen. Mendes. Knol. Kromkamp. Mendes. Cocu. Kone. Nee. Simons, Affalay, maar eens proberen. Ja, die is binnen. Het is dan toch gebeurd in de 59e minuut. En het Philipsstadion ontploft. Kijk wat Koeman zegt. Het is nog steeds 1-1 op Woudestein. We zijn nog steeds kampioen nu. Geweldig natuurlijk als het zo blijft. Ze hebben het heel vaak geprobeerd om ook Veldhuizen te verslaan. Uiteindelijk lukt het dan Affalay om de tweede keeper van Vitesse te verslaan. Hij was strak in de hoek. Een hele mooie goal voor Affalay. Wat gaat er in hemelsnaam gebeuren vandaag in de Eredivisie? Marge op 2 voor PSV. PSV gaat door. Mendes. De marge kan niet groot genoeg zijn natuurlijk. En kijk eens naar deze tussenstand. AZ is zijn gezin zometeen. Jongen, jongen, jongen. Oh. Ze geloven het niet. Ze zijn op dit moment kampioen van Nederland.
moet weer de vredestichter zijn. Cocu is heel boos. Simons is heel boos. En als Simons boos is, de vrije trap met Farfan richting Simons. Gepromoveerd tot een hoekschop. Blessure bij zo te zien Verhaag. Blessure bij Verhaag. Had Simons in zijn rug en dat doet even pijn. Koeman onderhoudt zich met Affolay. Het doelsaldo moet verder worden opgevoerd. Bovendien weet Affolay nu ook hoe het staat op de andere velden. Het is gelijk, het doelsaldo tussen PSV en Ajax. Er moeten dus goals bij komen voor PSV. Jongen, wat een spanning hier. Wat een geweldige spanning. Wat een zinderend, fenomenaal slot van de Eredivisie is dit aan het worden. En zo laat is het. Nog een half uurtje. De hoekschop. Gaat naar Alex. Bijna met zijn tweede. Wat er ook verder gebeurt met die hamstring, hij blijft staan. Goed het blok gezet door Kromkamp. Daardoor Alex helemaal vrij om in te koppen. Maar ver van de goal toch wel. Jongen. Doelsaldo dus nu gelijk. Tussen Ajax en PSV. Simons. Cocu. Koné. Kromkamp. Affolay. Addo. Koné. Overtreding. Vink fluit erg makkelijk nu voor PSV. Ter verduidelijking, Ajax staat dus voor in Tilburg. Het doelsaldo is gelijk. En is Ajax op dit moment de landskampioen. Koeman heeft goals nodig. Voor het doelsaldo. En hier komt weer een mogelijkheid. Alex maar weer eens proberen. Alex en Veldhuizen laat los. Koné nog. Hoekschop. Farfan. Erin is Cocu. Veldhuizen raakt aan. Hoekschop aan de andere kant. Even in de touwen. Mendes. Buitenspel, zo lijkt het. Opmerkelijk zou dat zijn, maar eerder lijkt het alsof de bal al achter de lijn was geweest. Dit keer dus weer Alex en Veldhuizen alle moeite, maar hij heeft hem wel weer. Alex. Affolay. Kromkamp. Mendes. Ter het standbeen. Espinoza is hinderlijk. Dus Kromkamp maar. Cocu in de buurt. Cocu. Ja, dat is hem. Farfan. 4-1. En u begrijpt waarom die zo gevierd wordt. Het kan nog.
voor PSV. Het was Kromkamp deze keer die hem voor de pot slingert. Wat meer is het niet. En dankzij Cocu alle vrijheid voor Farfan. Veldhuizen voor de tweede keer verslagen. Vitesse voor de vierde keer. Frenkel. Achterin geen averij oplopen is nu het motto voor PSV. Hier komen ze weer met Mendes. Mendes, ja! 5-1! Oh, wat gaat er hier gebeuren in Eindhoven? Dit gelooft helemaal niemand. Hij keurt hem af. Hij keurt hem af. Oi, oi, oi. Assistent Lobbert heeft iets gezien. Wij niet. En niemand die voor PSV is, heeft dat gezien. Dus het blijft 4-1. Wat was er aan de hand? Zou het hier dan buitenspel zijn geweest? Buitenspel voor Conné. Dus 4-1. Maar PSV heeft meer tegenslag gekend. En die heeft het allemaal overwonnen in deze wedstrijd. Benson. Benson. Simons. Alles lukt bij PSV nu. Salcido. Vrije trap mee. Snel nemen. Affelay. Van. Sals. Salcido. Kromkamp. De 12e man doet ook mee met PSV. Koné. En Spinoza loopt een hoekschop. Nog eens kijken naar dit doelpunt. Buitenspel voor Koné. Nou, ik dacht het niet. Ik dacht het echt niet. De hoekschop. Cocu. Farfan. Farfan. Niks aan de hand, zegt Vink. Zo makkelijk gaat het dan ook weer niet. En dat moet Koeman zich realiseren. Intussen de counter. Ontzenuwd door Salcido. Vitesse voetbalt er niet meer voor. Koné. Affelay. Kromkamp. Veldhuizen. Jonker ziet u lopen, die al een poosje mee voetbalt. In het midden van uw beeld. Maar daar gaat het nu niet om. Cocu. Cocu naar de grond. Sansoni, de boosdoener. Cocu loopt alweer. Jefferson Farfan. Sansoni, dat is wel heel rustig. Dat is eigenlijk gewoon een inworp weggeven. Wat gaat hij doen als PSV alsnog landskampioen wordt? Ronald Koeman. Zegt hij dan, lange neus en ik ben weg. Hij hoort nu hoe het in Tilburg is. En dan weet u en ik genoeg. Dan is Ajax nu weer kampioen. Kromkamp, Cocu, Farfan, 4-1.
van. Koné diep gestuurd. Koné met twee man. Stokkel en Knol. Dan maar terug. Afvalaai. Kromkamp met de tenen. Laag. Espinoza. Half. Jansen. Addo. Cocu. Net niet. Ja, PSV heeft veel gegeven hoor. En intussen goed nieuws voor AZ. Maar nog niet goed genoeg voor een kampioenschap, ziet u. Addo. Gomez. Oeh, foutje Addo. Zomaar in de voeten van Lazovic. Ruimte bij Jonker, maar Lazovic doet dit. Het is een slap rollertje. Van Vitesse valt in deze wedstrijd in aanvallende zin niet veel meer te verwachten. Van PSV des te meer, want daar is Patrick Kluivert. Kromkamp en Espinoza. Even geen aansluiting met Afellay of Mendes. Jonker, voordeel, Jansen, Verhaag. Kromkamp wil de bal hebben. Lazovic. Salcido. Alex. Nee, het stelt allemaal niet meer veel voor. Wat Vitesse laat zien. Maar wat wil je ook met deze achterstand? Cocu. Koné gaat, loopt nu buiten spel, dus Cocu moet aan de bal blijven. Dan is hier een poging tot een voorzet die voor Piet Veldhuis is. Sansoni. Sprokkel zegt wie komt in de bal. Het wordt Mats Jonker. Vervanger van Kaya. Lazovic. Gomez. Naar voren worden ze geschreeuwd nu. Mendes. Gooit het over een andere boeg. De linkerboeg. Bakboord met Koné. Zo kan het ook. Nee, zo kan het ook niet. Alex. Zeker niet vis meer, maar nog altijd 4 overeind. Erik Addo. Ibrahim Afellay. Gehinderd door Verhaag. Nu iets minder. En nu trapt hij in zijn eigen schijnbewegingen, komt Cocu helpen en heeft PSV weer een vrije trap. Moet hij het dan gaan doen? Hij bekritiseerde Koeman. Zat toch op de bank omdat het clubbelang prevaleert. Kreeg wel een boete. En nu brengt Koeman Patrick Kluivert. En wordt het dan Patrick Kluivert die belangrijke goals gaat maken nog. Alex Veldhuizen. Zijn borstkas is nog heel. Invaller Prior. Nog onbekend met het arbeidsethos van zijn collega aanvallers. Bal van Afellay mooi op Koné. Frenkel en Espinoza. Afellay. Simons.
Salcido. Sprokkel. Salcido, wat een wedstrijd voor die Mexicaan vandaag. Geen fout gemaakt nog. Alex. Cocu. Daar gaat Farfan. Sansoni moet mee. Kluivert staat scherp. Cocu. Kluivert. Kon niet lekker koppen. Maar is in ieder geval een aanspeelpunt. Net als Cocu. Door de lucht. Jonker. Sprokkel mag komen. Cocu. Schout erachteraan. Addo en Prior. Dan Berka Velay. Daar, Kronkamp. Altijd maar weer Kronkamp. Ongehinderd mag hij weer opstomen. Jan Kronkamp. Geen buitenspel voor Kluivert. Veldhuizen komt. Kluivert. Te subtiel. En goed gekomen door die jonge keeper. Daardoor die ervaren spits dwingend tot een keuze. En in dit geval niet de goede keuze. Hij was er door zonder buitenspel te staan. En Veldhuizen prima uit zijn goal gekomen. Dwingt Kluivert naar de buitenkant. Vasthouden Sansoni. En dan is het op je telefoon kijken, naar de radio luisteren waar het de andere velden betreft. Iets minder nog dan een kwartier. Farfan. Kluivert niet. Bal van voor Cocu. Top 5-1. 5-1 voor PSV. En het is Philip Cocu die het doet. Oh, zo belangrijk voor PSV. Sinds zijn terugkeer dus. 2 kampioenschappen. En is het 3e kampioenschap voor Cocu en PSV dan nog mogelijk? Wat mooi voor PSV dat uitgerekend hij hem maakt. Maar het is nog lang niet afgelopen natuurlijk. Hier is Prior. Addo, Alex. Gomez mag niet pakken. Jansen ertussen. Frenkel. Prima verdedigend werk nu ook. Ibrahim Afellay. Spanning giert door de lijven van de PSV-supporter. Wordt dat hoofddoekje dan toch nog waar? Daar gaat Kluivert. Knol had het gezien. U ziet het op dit moment. Live is PSV kampioen. Maar we hebben nog even. Hier is Prior. Niet langs Alex. Alle fouten die de PSV-defensie van de afgelopen weken heeft gemaakt, worden in één keer goed gemaakt. Iedereen heeft weer zijn vorm. Alleen Gomez met dat foutje. Afellay. Even geen spits. Toch Koné bereikt. Sprokkel moet op de bal letten. Koné. Te langmoedig toch. Zo ziet het er dan uit. Als Koné zo terloops schiet. Trap Veldhuizen. Benson. Fred Benson. Alex, wie anders? Salcido en hij, zo goed. Koné. Farfan aan zijn shirt getrokken door Knol. Sansoni. Moet een moment komen. Oh, door de benen bij Sansoni. Het moment moest komen dat Vinker ging fluiten. Hij had er nu ook alle reden voor.
Ongelooflijk. De sfeer in het Philipsstadion. Kromkamp. Kluivert. Loopt Cocu een beetje in de weg. Dat was niet de bedoeling. Alex, overtreding Benson. De actie was toch wel degelijk, gewoon van Alex. Benson kon daar vrij weinig aan doen. Salcido. Philip Cocu wordt nu toegezongen in het Philipsstadion. Niet alleen vanwege die laatste goal, maar natuurlijk ook in de hoop dat Cocu nog een jaartje blijft. Alex. Knol wint van Kluivert. Hier is Verhaag. Benson. Verhaag. Prior. Cocu liet hem eigenlijk lopen. En Salcido die zichzelf blesseert bij deze nuttige actie voor PSV. Kromkamp. Koné. Daar is even niemand. Hij is echt aangeslagen, maar door zijn collega's overeind geholpen. Zo van, we moeten door, jongen. Hier blesseert hij zichzelf, maar heeft geen tijd om te gaan liggen. Hij moet door. Benson. Simons. Blok gezet voor Cocu. Mooi op. Kluivert. Moeilijk van de bal te krijgen. Dit is knap. Farfan. Coné door de lucht. Zelden succesvol. Komt er zowaar een countermogelijkheid voor Vitesse. Prior wacht. En krijgt nu de bal, want staat geen buitenspel. Prior. Met Addo. Prior. Bij de tweede paal was Jonker. Die er niet meer in geloofde, maar er wel dichtbij was. En hij komt er dan ook nog in. Gennaro Zeefuik. Maar hij staat er al in. Patrick Kluivert. Cocu. Salcido. Koné. Nee, Salcido ziet er niet goed uit. Cocu. Buitenspel Kluivert. Het zit op zijn hart, het zit in zijn hart. En hoe loopt het af? Koné er nog af. Gennaro Zeefuik er nog op. Daar zal Patrick Kluivert niet kritisch over doen, want hij staat zelf ook al in het veld. Goeie storen van Jefferson Farfan. Kromkamp die de bal snel wil hebben. Cocu. Farfan in één keer. Hoekschop PSV. Last ook voor Alex van de hamstrings, maar hij blijft staan. Kramp hier en daar op het veld. Salcido, Afellay. Niemand is meer echt fris. De hoekschop richting Kluivert. Kluivert. Komt hem naast, maar via een Vitesse-speler. Dus weer een hoekschop. Van moet een end lopen.
Meter op 50. Salcido. Brengt in. Cocu kwam in. Afellay. Controle prachtig. Salcido. Farfan. Afellay. Afellay. Veldhuizen. Per ongeluk die redding. Farfan. Aangeschoten Hens. Zeefuik. Hoekschop. Protesten bij Vink. Bij PSV zeggen ze opzettelijk Hens. Vink zegt onopzettelijk Hens. Farfan. Nou, was Kluivert weer even dichtbij. Het is Alex die nu aangeslagen blijft liggen. Maar weer staat. Salcido. Espinoza. Farfan. Komt weer een voorzet. Cocu komt er niet aan. Afvallende bal niet voor Afellay. Wel de inworp voor PSV. Een prima wedstrijd ook voor Ibrahim Afellay. Die zichzelf nog nooit zo snel heeft laten wisselen. Voor Kulina. Maar tijd is geld in dit verband. Addo. Kluivert. Alex zet nog aan ten koste van wat? Doeltrap. Hij, een van de mensen die echt op het tandvlees lopen, zoals dat dan mooi heet. Dat geldt voor Salcido. Voor Alex. Pieter Visser ziet het allemaal met genoegen aan. Want als hij objectief is en neutraal, ziet hij een hele leuke wedstrijd. Cocu. Buitenspel Kluivert. Dus geen 6-1. Eerder zag hij het niet goed, assistent Lobbert. En dit keer wel. Het is bidden en hopen dat er in Tilburg en Rotterdam voor PSV mooie dingen gebeuren. Voor de PSV supporters. Inworp is voor Vitesse. Bellen naar Woudestein. Bellen naar Tilburg. En je ploeg steunen. Zo doe je dat. Benson blijft aan de bal. Benson. Alex. Sansoni. Jansen. Sansoni. Van Haag. Terug. Nog immer het doelsaldo in het voordeel van PSV. Vitesse blijft nu lang aan de bal. En dat vinden ze in het Philipsstadion geen feest. Maar wie heeft er nog puff om te jagen? Niemand meer, daarom maar naar voren. En Spinoza makkelijk voor Kluivert. Simons herovert. Kromkamp. Hoor het publiek. Invaller Kulina, erin gekomen voor Afellay. Opent op Farfan. Inspelen. Speculeren op een loopactie van Kluivert die er niet kwam. Een halve minuut nog. Ziet ook Manuel da Costa. Een halve minuut nog. En wat komt er dan nog bij? Benson. Jansen. Klasse gedaan.
zit steen kapot, maar op karakter door. Ze zitten er allemaal doorheen bij PSV, dus echt aanvallen, dat lukt ze niet meer. Vitesse blijft makkelijk aan de bal, terwijl de blessuretijd 4 minuten bedraagt. Benson. Die bal blijft binnen. Prior. Prior mag ver komen. Jansen. Gomez. Kromkamp. Te moeilijk voor Farfan. Maar zij blijven hoopvol. Het kan dus gewoon gebeuren. Als het zo blijft in de andere stadions is PSV kampioen. En hoor wat dat losmaakt. Farfan. Cocu. Sansoni. Benkel gaat nog achter die bal aan. Maar zij houden het niet meer. Prior. Prior erlangs. Gomez. Farfan houdt dan Benson waarschijnlijk vast. Vink zegt van niet. En dat komt PSV niet slecht uit. Is 5-1 voldoende voor PSV? Cocu. Salcido. Het is niet meer te houden voor Ronald Koeman. Eén goaltje erbij zou wel lekker zijn natuurlijk, maar PSV doet rustig aan. PSV virtueel kampioen op dit moment. Addo. Cocu. 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 Oh, maar net voorlangs. Dit had de 6-1 kunnen zijn. Cocu op wonderbaarlijke wijze aan de bal gebleven en dan voorlangs geschoten. Het blijft dus 5-1. En is dat dan voldoende voor PSV en Ronald Koeman? Ontzetting op de gezichten. Sansoni. Ze horen dat Excelsior voor is gekomen met 3-2. AZ is dus weg. En nu gaat het grote wachten beginnen, want de wedstrijd zit erop. PSV wint met 5-1. Is dit voldoende voor het landskampioenschap? Het nooit meer verwachte landskampioenschap. Wat een ongehoorde spanning hier in het Philipsstadion. AZ is dus gezien. Maar hoe is het in Tilburg? PSV is landskampioen geworden! Het is niet te geloven! Het is niet te geloven! Kijk die Koeman is! Oi, 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 jongens! De fout van Gomez is niet fataal gebleken. Ronald Koeman doet het. Dit gaat niemand geloven. De nummer 3 van Nederland is opnieuw de nummer 1.
AZ. Oh, 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 Ajax. Oh, 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 PSV. Niet normaal. Nooit vertoond en dit gaat ook nooit meer gebeuren. Jongens, jongens. Gomez moet overeind geholpen worden. Koeman naar de catacombe. Wat zal er in zijn hoofd omgaan? Wat gaat er nu gebeuren met Ronald Koeman, de trainer van PSV? Oi, 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 oi. Krijgt die Moens in zijn onderbroek. Ja, het is echt waar, jongen. Het is echt waar, je mag juichen. Dit is toch niet normaal. PSV, kampioen van de Eredivisie 2006-2007. De 20e op rij. En kijk die tranen. De 3e op rij voor Philippe Cocu. Sinds zijn terugkeer. En hij heeft al zoveel meegemaakt als supporter, maar dit natuurlijk nog nooit. Jonge, 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 jonge. Man, 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 wat zal die Gomez gedacht hebben toen hij die bal losliet. En dit is de man van het landskampioenschap. De goal van Philippe Cocu heeft het dan gedaan. Dat was de 5-1. Deze fenomenale goal voor PSV. Dit is het doelpunt waarmee PSV landskampioen wordt van Nederland. Opnieuw. Philippe Cocu, de man die het landskampioenschap binnenschoot. En nu schijnt de zon toch ineens heel anders hoor in het Philips Stadion. Alles krijgt een andere kleur. De zak is weg, de as is weg. Er is louter nog vrolijkheid. Hun shirts zijn weg en uit. Kijk die Kluivert. En zijn 3 zonen zijn erbij. Die hebben gezien hoe papa met zijn collega's landskampioen is geworden. We hebben natuurlijk reacties voor u beneden. Bijvoorbeeld Jan Kromkamp staat bij collega Christian Willaert. Jan Kromkamp. Hoe zoet is het om op deze manier kampioen te worden? Ongelooflijk, echt wel. Echt. We hebben zoveel gegeven vandaag. En echt een compliment aan het elftal, aan de trainers, aan iedereen. Hoe wij hiermee om zijn gegaan. En natuurlijk en moet je wat geluk hebben met de andere uitslagen. Maar echt ongelooflijk. Dit zijn de mooiste, hè, als je niet meer verwacht. Als je niet meer verwacht, dat zegt eigenlijk al alles. Hè. Hoeveel hoop had je nog? Ja, zo enorm blij. En ik kan het gewoon niet beschrijven. Echt, ik ben zo blij. Iedereen is zo vol gas gegeven. Afgelopen week rollenbolden iedereen over elkaar heen. Spelers, voorzitters en trainers. Hoe hebben jullie toch weer de neus in de goede kant op gekregen? Gewoon met z'n allen voorgehouden van jongens, het kan nog steeds. Je moet overal in geloven, want hoe erg zou het zijn dat je het hier weggooit en de concurrent dan verliest de punten. Dat is gebleken. We hebben gewoon vol gas gegeven. Laten zien dat we de terechte kampioen zijn, lijkt mij. He? Dat is de kwaliteit die dit team heeft waardoor jullie kampioen zijn geworden? Ja, we hebben alles is goed. Fantastische spits, ontzettend goed elftal, fantastisch publiek. Trainers hebben het echt goed gedaan, fantastisch gedaan. We hebben naar de winst op een slechte periode gehad. En dan komt het eind van de rit, is dat dan komt nog meer druk kijken. En ja, als je nou kijkt hoe deze wedstrijd spelen, en echt fantastisch. Dankjewel, ga gauw verder feest. Natuurlijk iedereen blij en klasse dat Jan Kromkamp zo snel
waar Christian Willaert wilde komen. En hij heeft weer iemand zo gek gekregen. Terwijl wij kijken naar deze taferelen. Dit wil je zien. De kleedkamer. Ah, wat jammer dat die deur dan dicht gaat. Christian staat met Ibrahim Afellay, een van de mannen van de wedstrijd. Ibrahim Afellay, niemand gaf meer een cent voor jullie kansen. Wat gaf jij er nog voor? Ja, als er altijd maar een sprankje hoop is, moet er vol voor gaan. En ik denk dat het vanaf minuut 1 gebeurd is. En dat uiteindelijk resulteert in dit kampioenschap, ja. Ja, dat is echt ongelooflijk. Er waren vooraf verhalen dat het publiek misschien met protestacties zou komen. Omdat het zo onrustig was bij PSV door de slechte resultaten. Wat vond je van het publiek vandaag? Ja, ik denk dat het publiek ons het kampioenschap bezorgd heeft, denk ik. Ik denk dat ik daar... het publiek stond vanaf minuut 1 erachter. Maar ja, dat komt ook doordat wij vanaf minuut 1 agressief waren. Als je dan ziet hoe ze tekeer gaan. En iedereen zat er gewoon doorheen en ons gewoon naar voren schreeuwt eigenlijk. Ja, dat is onvoorstelbaar. Hoorden jullie vanaf de kant wat de tussenstanden waren bij de andere wedstrijden? Ja, klopt. De trainer gaf af en toe aan van ja, moet nou een goal bij 4-1 of bij 3-1. Ja, goed, dan moet dat gebeuren. En ik denk dat het 5-1 was, maar ik denk dat het veel meer had kunnen zijn. Gefeliciteerd, jongen. Schitterend, de enige PSV'er die zijn shirt nog heeft. Ibrahim Afellay. En voor degenen die het weten willen. PSV vond het niet gepast om een grote huldiging te plannen. Dus die vindt vandaag niet plaats op het stadhuis. Maar wij blijven hier natuurlijk wel met Tele 2 bij u voor de huldiging hier in het stadion. Daar gaat Ibrahim Afellay. Eindelijk mag hij vieren. En het nee van die steward is zo jammer dat we dat niet mogen zien. Maar begrijpelijk ook. Er zullen behoorlijk wat emoties nu rollen door die kleedkamer. Tranen ongetwijfeld. Vreugdetranen, maar ook tranen van opluchting in en buiten de kleedkamer. Iedereen blijft zitten. Iedereen wil nog juichen straks als de heren op het mini-podiumpje verschijnen. En dit hoofddoekje is dus uiteindelijk niet voor niets gemaakt. Zij, de dame rechts, is de hele wedstrijd bezig geweest met steunen. Met ondersteunen en blijven geloven. En nu viert ze feest. Wat een ontknoping. Elf punten werden er verspeeld door PSV. Tot de voorsprong geslonken was tot 0. En omgebogen was in een achterstand in doelsaldo. Dat doelsaldo, dat redt nu PSV. Better than all the rest. En ook dit doek is gemaakt om te gebruiken. Dit de replica met Gerard Bauer. Die dus ook met zijn neus in de boter is gevallen. Want Kessler ging naar een andere wedstrijd. Van Oostveen ging naar een andere wedstrijd. En Gerard Bauer heeft de kampioen zometeen. De 20e landstitel dus voor PSV. En wat gaat Koeman dan doen? Hij wekte vrijdag nog de indruk sowieso te willen stoppen. Gaat dit dan iets anders opleveren? Eén ding moeten we in zijn voordeel aangeven. Wat Schuitema ook aan steun of geen steun heeft gegeven voor Koeman. Ronald Koeman heeft elke dag gezegd de afgelopen week. Het kan nog heel raar aflopen. En Ronald Koeman heeft gelijk gekregen. Daar komen de heren Bauer en Schuitema. Schuitema natuurlijk met het PSV-sjaaltje. Maar wat zal hij terugdenken aan zijn woorden van, niet echt steun, jegens Ronald Koeman. Zij is van Farfan.
dat lijkt me duidelijk. Volgens mij heeft ze ook een shirtje. Een echt shirtje. De muziek zwelt aan. Foxy is naar buiten. Zij weten het. Even wieberen. De man met de koptelefoon is ook naar buiten. Daar is PSV voor de huldiging. Hij mocht even meedoen, Kulina, maar het is ook zijn kampioenschap. Addo Marcellis. En daar de eerste medaille. Die heeft die alvast te pakken. Hier de man van de wedstrijd, de man van het seizoen van PSV, Alex, met zijn medaille. Tardelli, niet geacteerd in deze wedstrijd. Erik Addo, prima gespeeld samen met Alex, centraal achterin. En luister dan naar het publiek. Joop Hielen, de keeperstrainer. De trainer dus van Gomez. Het is toch vooral ongeloof wat je hier op de tribunes ziet. Absoluut ongeloof over hetgeen PSV vandaag is overkomen. Kijk maar, die bijna gelaten wijze. Alsof ze het nog steeds niet geloven. Alsof ze denken dat er in Tilburg nog wat kan gaan gebeuren. Of dat de eindstand in Rotterdam verkeerd is doorgegeven. Gomez, een duur foutje dat uiteindelijk niet te duur bleek te zijn. En een prima seizoen. Zelf foto's maken natuurlijk met je mobiel. Veher krijgt de medaille. Timmy Simons, alle minuten gespeeld in de hele competitie. En dan ben je groot, goed en sterk. Want alleen Robbie Wielaert en Peter Wiskelhof deden dat voorafgaand aan deze ronde ook als veldspeler. Bekenden zien ze. En zijn dat tranen? Zijn dat tranen bij Alex en bij Gomez? Volgens mij wel. Patrick Kluivert. De man onder vuur, de man die toch werd ingebracht door de man die hij zo bekritiseerde. En hoe liggen die verhoudingen dan na deze wedstrijd, na deze bizarre middag in Eindhoven? Affelay. En daar is dan eindelijk Ronald Koeman ook buiten. Niet voor een medaille, maar om zich bij zijn ploeg te voegen. En de tranen zijn zichtbaar. De ogen zijn rood. Bij Alex. Kijk die Koeman. Wat moet die de afgelopen weken allemaal gedacht hebben? En dit Braziliaanse duo. Het ziet er ineens zo anders uit bij het PSV. Ook voor volgend seizoen. Want Champions League is dus weer voor PSV. Ronald Koeman, niet de man van de ongecontroleerde emotie. Maar reken maar dat het hier door zijn lichaam giert. Revanche op alles en iedereen voor Ronald Koeman. Ook op zijn voorzitter. Ook op de pers. Ook op Patrick Kluivert. Ronald Koeman had gelijk. Het kan raar lopen. Dit dus het plaatje waar we nog lang aan zullen denken. Wat nog lang op ons netvlies blijft staan. Na deze bizarre, ongelofelijke, waanzinnige middag in de Eredivisie. Staan deze mannen en deze trainer het landskampioenschap te vieren. 2006-2007 in de Eredivisie. PSV. Toch PSV.
De man van het belangrijkste doelpunt. De man van het kampioenschap. De man van de wedstrijd. De man van PSV. Philippe Cocu, de aanvoerder. Als hij die goal niet had gemaakt, was het anders afgelopen. Nu neemt hij de schaal in ontvangst. Zijn doelpunt. Hun kampioenschap. PSV, toch landskampioen. Hoe is het mogelijk? De derde replica is uiteindelijk de echte schaal. Gomez dankt de hogere macht. En hij heeft hem klem. Geweldige wedstrijd voor Afellay. Het is ook zijn schaal. Manuel da Costa kon niet spelen door een knieblessure. Maar mag natuurlijk wel de schaal vasthouden. En nu tegen elkaar aan voor de foto's en voor simply the best. Want opnieuw is PSV simply the best van Nederland. Ongelooflijk. Zo hebben we Ronald Koeman wekenlang niet meer gezien. Maar wat zal hij blij zijn. Wat heeft die revanche genomen op alles en iedereen, die man. Dit vergeten wij voetballiefhebbers in Nederland ons hele leven niet meer. Want Ronald Koeman en PSV hebben het toch gedaan. En nu is Stan Valks bij zijn trainer. Technisch directeur en de trainer. Wat doet Koeman nu? Dat is natuurlijk van late zorg. Maar na het feestgedruis, wat gaat hij dan doen? Wat zou hij doen na die kritische noot? Na die golf van negatieve publiciteit op tv, in de krant, van zijn eigen mensen, van zijn eigen voorzitter, van het publiek. Maar het publiek heeft antwoord gegeven op de vraag van Philippe Cocu of ze alsjeblieft de ploeg vandaag wilde blijven steunen. De vraag was, steunen jullie ons? Het publiek zei vanaf minuut 1, ja, dat doen wij. En zie hier het resultaat van positief denken. De ervaring heeft de schaal vast. Die schaal. Christian Willaert, collega beneden, heeft de trainer van PSV. Snel luisteren. Ronald Koeman, je hebt al heel veel meegemaakt, maar dit was weer echt een thriller, hè? Ja, het is... Ik weet niet wat er allemaal is gebeurd, maar... één ding, het is heel onwerkelijk. Je had het niet in eigen hand. En ik denk dat we fantastisch gespeeld hebben. Ik denk dat de uitslag nog veel te klein was voor wat we gebracht hebben. Ik denk dat de jongens... We hebben laten zien dat er wel een chemie is met de trainer. En ja, uiteindelijk onwerkelijk, maar wel fantastisch. En dan ook na zo'n week, wat er allemaal speelde en dan toch die prestatie. Hoeveel goed doet je dat dan? Ja, van binnen ongelooflijk blij. Maar helemaal blij voor de spelers. Want de trainer krijgt wel de klapjes, maar de spelers hebben daar ook last van. Maar ik denk dat ze op een wijze... gespeeld hebben als vandaag en als een kampioen. Alleen we hebben het onszelf heel moeilijk gemaakt. En
Maar uiteindelijk, en dat zou ik ook zeggen als het een andere club was geweest, uiteindelijk wie kampioen wordt verdient het over 34 wedstrijden. Dan bleef je op de hoogte van de andere uitslagen, maar op een gegeven moment was dat heel belangrijk, hè? Ja, via de vet, de fysiotherapeut op de bank, die had een dingetje in het oor, de radio aan. En nou ja, AZ op een gegeven moment telde niet meer mee, want ja, het stond achter, dacht ik. Ja, en Ajax stond 2-0, wij stonden 5-1. Ja, dan weet je als Ajax het derde maakt dat Ajax kampioen wordt. Ja, en wij. Maar we wilden nog wel, maar er was een totale... kopjes waren gericht op de bank, maar niet meer op de bal en niet meer op de wedstrijd. Maar ja, het is goed gekomen, maar dat is ook wel weer het hele gekke, het vreemde in het voetbal. Maar ja, als je aan de goede kant van de medaille zit, dan vergeet je een hoop, maar niet alles. Wat vergeet je niet dan? Nee, wat dit deze week is gebeurd. Welke rimpels zijn nog niet glad gestreken voor jou, vind jij? Nou, dat is, en daar wil ik nu niet op ingaan, want ik heb volgens mij vrijdag heel goed verwoord wat ik voelde. En ik ben blij voor de spelers dat die, dat zeg ik nog een keer, zo gestreden hebben. Maar dat zei Filip direct na de wedstrijd, die zei ook, hij zegt, wij hebben het laten zien ook voor jou. En ja, dat zijn dan opmerkingen van een Cocu die als een jonge god, buiten alle anderen, als een jonge god heeft gespeeld. En normaal gesproken zijn afscheid denk ik niet mooier had in kunnen invullen. Afscheid, is dat zeker? Nou, dat denk ik, maar ja, oké. Okay. Wie weet na vanavond dat hij morgen vroeg wakker wordt met een klein katertje, dat hij er misschien iets anders over denkt. Maar wij gaan alles doen om Filip te behouden, maar ik denk dat moeilijk ligt. Je zegt, wij gaan alles doen om Filip te behouden, daarmee geef je al aan. Ik ga met dit team zeker de Champions League in volgend jaar. Nou ja, oké, okay. Maar dat heb ik ook aangegeven, dat ik dat zelf wil. En dat verandert niet door het succes van kampioenschap nu. Of als hij er niet was geweest, want ik voel en weet nog genoeg aanknopingspunten met deze groep. En PSV heeft, ik denk dat we misschien allemaal een beetje hebben liggen slapen in de winterstop om misschien een te groot risico in de groep wat beperkt was, zo dat te laten. Maar er is ook genoeg over gezegd. Maar ja, uiteindelijk hebben ze gelijk gehad, want je bent kampioen. Laatste vraag. Het was enorm tens op de bank. Je weet, iedere goal van Vitesse, AZ of Ajax betekent geen kampioenschap. Als het zo intens is, hoe mooi is dan het vak, trainer, coach? Ja, een titel winnen is het mooiste wat er is. Maar je, als trainer kijk je ook een seizoen terug hoe het is verlopen. En laat me stoppen. Feestvierzen. Oh, het was maar goed dat Ronald Koeman ging stoppen. Want zag u die rode ogen bij de trainer? En daar zag u even Christian Willaar met Philippe Cocu. En als ze bij elkaar staan, kunnen we naar de man van het kampioenschap gaan luisteren. Zijn goal, hun kampioenschap. Philippe Cocu met Christian Willaar. Philippe Cocu. Philippe Cocu, je staat er ook bij met een soort van, ja, sorry dat we dit gedaan hebben, want het is zo ongelooflijk, of niet? Ja, nou, we hebben natuurlijk aardig wat klappen te verwerken gekregen, maar ja, ondanks alle verhalen en alles rond de ronde hebben we ons toch goed op de wedstrijd kunnen voorbereiden. We hebben kaart getraind en we zijn er gewoon voor gegaan vandaag vol. En ook met 2-0 krijgen we weer een klap te verwerken, maar ja, mentale weerbaarheid... vond ik echt groot en dat het dan op één goal aankomt. We hadden er wel 4-5 meer kunnen maken. Maar ja, dat we zo de titel binnenhalen is wel fantastisch. En denk een mooie manier om hier af te sluiten. Ja, houd op. Dit was mijn laatste wedstrijd voor PSV in ieder geval. Of ik nog wat ga doen, dat moet ik nog even bekijken. Maar dit was voor PSV in ieder geval mijn laatste wedstrijd. Daar ben ik ook even stil van, sorry. Laatste wedstrijd zeg je. Jullie bereiden je voor op deze kampioenswedstrijd met heel veel onrust. Met Kluivert, met de voorzitter, met de pers. Alles ligt overhoop. Wat zegt het over deze groep dat je dan toch weer zo scherp bent en meteen zo scherp aan de wedstrijd begint? Nou, dat we mentaal een hele sterke groep hebben al, is dat wel eens in twijfel getrokken afgelopen tijd. Maar ik denk niet dat het echt aan de instelling heeft gelegen in onze groep.
voetballend hebben we het wel eens moeilijk gehad. Dat hebben we ook in de periode gehad dat we goede resultaten halen. Dat we soms niet altijd mooi voetbal speelden. En, op een gegeven moment ga je een beetje twijfelen aan het vertrouwen. Maar ik denk niet dat het aan de instelling en de mentaliteit van de spelers heeft geleden. Dat kon je vandaag ook weer zien. Dus ja, een grote pluim eigenlijk voor iedereen. Ik wens de trainer, want die heeft ook niet de leukste periode achter de rug. Bent u ook heel nadrukkelijk gewend naar de supporters? Hè? Er waren verhalen op internet, we gaan protestacties ontketenen. Vandaag stond het stadion vanaf minuut 1 100% achter de ploeg. Hoe belangrijk was dat voor jullie? Ja, dat was de enige manier waarop wij kampioen konden worden. En ik heb dat proberen over te brengen op de fans. Maar het leek me duidelijk wat ze gedaan hebben en daardoor kunnen we nu feest vieren. Philip Cocu stopt ermee. 36 jaar. 378 wedstrijden in de competitie in Nederland. Voor PSV 191 in totaal. 54 goals. Het waren er 53 in zijn carrière voor PSV. Maar vandaag is daar een hele belangrijke, misschien wel de belangrijkste uit de carrière van Philip Cocu bijgekomen. 54 goals in de Eredivisie. Vaarwel en dankjewel, Philip Cocu. Wat een feest in het Philipsstadion. Gomez, herinnert hij zich dat foutje nog? Wie denkt daar nu nog aan? Niemand meer. En de herenronde is nog steeds bezig. De fans op de tribune zijn natuurlijk onwetend over het besluit van Philip Cocu. Die terugkwam naar PSV en gelijk maar 3 keer kampioen werd. Hij speelde 32 wedstrijden mee dit seizoen. En je zag toch niet aan Philip Cocu dat hij al 36 was. Vitesse, PSV, Barcelona en weer PSV. Er zijn maar weinig mensen die zo'n carrière hebben gehad in het voetbal in Europa als Philip Cocu. En dan heb ik het nog niet eens gehad over al die interlands. Nu overheerst de blijheid van dit kampioenschap. Maar straks wordt iedereen wakker en dan denken ze, Philip doet niet meer mee. En hij heeft natuurlijk een geweldige foto. Ik denk wel dat Cocu behouden blijft voor de club in de stap. Daar is het echt een jongen voor. Het shirt wat hij hier dus aan heeft, is het laatste shirt dat hij draagt. Wat gaat hij daarmee doen? Waarschijnlijk aanhouden. Omroep Brabant wil natuurlijk ook van alles weten. Niemand is nog echt bijgekomen van deze middag in de Eredivisie. Ook Pedro Salazar Juwit nog niet. Moens gelukkig weer met kleren aan. Dat was een half uur geleden wel anders. En Christian Lillard heeft de man uit Ecuador voor de microfoon, Edison Mendes. Edison Mendes, qué sorpresa, no? Sorpresa para nosotros, no. Yo creo que el equipo nunca perdió la fe en Dios y en nosotros mismos. Yo creo que la esperanza era lo único que se podía perder, pero gracias a Dios existen los milagros y hoy tuvimos un milagro. ¿Nunca has perdido confianza? No, jamás. La verdad, digo, hablaba con Salcido, nunca perdimos la confianza. Sabíamos que era difícil, que se nos fue de nuestras manos la semana anterior, pero no perdimos las esperanzas. ¿Cuál es la calidad más importante de este equipo? Yo creo que el grupo humano nunca se desesperó en momentos difíciles. Creo que estuvimos unidos. El apoyo al entrenador, sobre todas las cosas, y el respeto a nuestra hinchada. Felicidades, gracias. Volgens Mendes zeker geen verrassing. Dat is een stoere taal. Ze zijn er altijd op blijven rekenen, zei hij. Ze wisten wel dat het moeilijk zou worden, maar nooit hebben ze de hoop verloren. En over de echte kwaliteit
van PSV was hij heel erg duidelijk. PSV is nog altijd een hechte groep en is dat altijd gebleven. Met deze taferelen als resultaat en als bewijs daarvan. Want u weet nog hoe gek die Gomez kan gaan doen bij kampioenschappen. En hij weet, het wordt vandaag niet het stadhuis, dus ik moet het hier maar doen. Alsof je een emmer hebt leeggegooid. Beste Tele2-kijkers, als u naar ons kijkt via het satellietkanaal, heb ik slecht nieuws voor u. Of goed nieuws, het is maar hoe je het bekijkt. We gaan het satellietkanaal met deze wedstrijd in ieder geval ophouden. Dan wil ik u alvast danken voor uw aandacht bij deze wedstrijd. Ik denk dat u zelf ook niet ontevreden zult zijn dat u heeft gekozen om te kijken naar dit duel. Op het clubkanaal, de clubkanalen, gaan we natuurlijk gewoon door. En daar gaan we luisteren naar Patrick Kluivert. Als hij tenminste uitgejuicht is. Wat een feest. Hij wilde zich natuurlijk eerst bij die hechte groep voegen. Vooraleer hij tegen Christian Willaert zegt, wat wil je weten, jongen? Hij is daar met zijn kinderen, Patrick Kluivert. Want wat een feest is het voor sommige spelers die naar deze wedstrijd hun kinderen hebben meegenomen. Zoals de kinderen van Kluivert, die door alle spelers worden opgetild en geknuffeld. Van wie zou dit een zoon zijn? Geweldig, met papa op de foto op deze memorabele zondag. Zondag 29 april, Philips Stadion, Eindhoven. En feesten kan niet, Haruna Kone. Zuid-Amerikaanse taferelen en die passen bij de temperatuur en bij de gelegenheid. Er heten heel veel hondjes Vicky, maar er heten ook kennelijk meer mensen als Alcides, met nummer 13. Alcides samen met Alcides, Da Costa en Tardelli. Dit is geen samba, dit is een dans der kampioenen. Is Christian Willaert gelukt om Patrick Kluivert uit de kluwen los te trekken? Hij nu in gesprek met de spits van PSV. Patrick Kluivert. Patrick Kluivert, gefeliciteerd met dit kampioenschap. Hoe verrassend vind jij het? Ja, dit is ongelooflijk. Ik ben samen met 11 punten voor, dan staan we weer gelijk. Dus dan zijn we met z'n drieën gelijk in het qua doelsaldo. Het is ongelooflijk, want we waren gewoon wel heel gespannen met de wedstrijd. Je weet dat je in principe heel moeilijk kampioen kan worden. En wij hebben gewoon met z'n allen gepraat en gezegd van luister, worden we er niet, moeten we wel gewoon eer ons houden en gewoon met de normale doel, ik weet het niet eens meer.
zo goed mogelijk de wedstrijd eindigen. En dat is ons gelukt. Ja, dat hun een steek hebben laten vallen, dat hebben wij in het verleden ook gedaan. Dus ja, het is gewoon ongelooflijk. Het is echt ongelooflijk. Echt waar. Ja, vorige week was je heel erg getergd. Hè? Je hebt ook een paar dingen gezegd in de pers. Hoe zijn jullie als groep weer bij elkaar gekomen? Ja, luister, je begint er iets en je eindigt ook iets. Of je kampioen wordt of niet. Tuurlijk zijn de spelers dan teleurgesteld. En ik ook dus. En, ja, ik heb mijn dingen gezegd en zo heb ik me ook gevoeld. Ik heb er ook geen spijt van, daar niet van. Maar we hebben nu allemaal een hartstikke mooi feest. En dat is voor ons allemaal het belangrijkste. Je omhelste vooral heel nadrukkelijk Philippe Cocu, die volgens mij ook een rol heeft gespeeld in te zorgen dat jullie weer één team waren voor deze wedstrijd. Ja, sowieso. En ja, Philippe is aanvoerder, maar Philippe ken ik ook al een hele tijd. Lang gespeeld bij Barcelona. Hij heeft ook voor gezorgd dat ik, hierheen kom. En ja, het is onbeschrijfelijk. Het is echt ongelooflijk. Ik heb veel kampioenen. Zo hectisch en zo... ja, eigenlijk, je hebt verwacht. Je hebt het niet meer in jouw eigen handen. En als het komt, super, super. Cadeautje. Sowieso, ja, zeker weten. Smaakt het naar meer? Ook zou je hier kunnen blijven? Ik zou hier kunnen blijven, waarom niet? Maar ja, je weet nooit wat de toekomst ons biedt. Als het aan jou ligt wel? Als het mij ligt wel, ja. Dankjewel. Ja, zij waren er ook weer live getuigen van. De zoontjes van Patrick Kluivert. Gevieren gaan zij naar de kleedkamer waar inmiddels bijna alle PSV'ers in zijn gegaan. En intussen blijkt dus dat Excelsior gewonnen heeft met 3-2. En Ajax met 2-0. De speaker heeft afscheid genomen van het publiek. En Patrick Kluivert, de enige nog die op het veld is. Jongen, jongen, jongen. Dit vergeten zij hun hele leven niet meer. En ik moet u eerlijk bekennen, ik ook niet meer.